Ik ga voetballen. Dansen. Wij willen ontzettend stimuleren dat kinderen met een beperking, dat die gewoon deel kunnen nemen, dat die kunnen bewegen, dat die kunnen sporten. Sporten is een hele goede drijfveer in het leven, gewoon om erbij te horen en om de kans te krijgen om in de maatschappij te staan. We hebben zeilen, we hebben zwemmen, we hebben rolstoelhockey, we hebben tafeltennis. We hebben echt bijna alle spelen, die niet misschien allemaal, maar wel heel veel van de spelen die je nu in Londen op de Paralympische Spelen ziet, die zie je eigenlijk bij ons heel precies hetzelfde terug. Van 33.275 euro kan overhandigen en ik complimenteer u met de organisatie en met het initiatief om dat te doen. Het Schipholfonds steunt bewegen in de actieve vorm. En het Schipholfonds steunt natuurlijk ook organisaties die dat bevorderen. Ja, en de Helio Olympics is iets heel erg bijzonders, want dat is bewegen voor kinderen met een beperking. En dan ook nog in een soort Olympische Spelenvorm. Fantastisch. Wij zijn ontzettend blij dat het Schipholfonds ons zo'n warm hart toedraagt. En ook met name de kinderen een warm hart toedraagt. Omdat de kinderen moeten kunnen sporten in de samenleving. Wat kunnen we van het openingsevent verwachten? Nou, iets heel bijzonders, want Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet komt. Dat is op zich al heel iets apart. Dat doet het Koninklijk Huis niet zo verschrikkelijk snel. Ja, dat onderstreept het belang van deze Helio Olympics. Daarna moet er gesport worden en dan gaan we kijken en dan gaan we aanmoedigen.